dit is een initiatief van heel veel verschillende mensen hier in Amsterdam. De afgelopen maanden hebben we gezien dat een groep Spanjaarden en mensen uit Griekenland die zijn samengekomen op de Dam. Om daar vergaderingen te hebben over wat de crisis is en hoe gaan we daartegen organiseren. En nu zie je eigenlijk dat die beweging in combinatie met wat er eigenlijk in Amsterdam aan het loskomen is tegen de bezuinigingen. Dus rond de GVB, maar ook met Cordaan en studenten zelf die de afgelopen jaren actie hebben gevoerd. Om samen een actie neer te zetten. En dat is deze actie die eigenlijk onderdeel is van een internationale actie om voor de deuren van de financiële markten een tentenkamp op te zetten. Een boel mensen die hebben op tv gezien de protesten in Egypte, in Madrid en vanavond dus waarschijnlijk in New York. En denken dan vraag, ja dat gebeurt hier niet hier in Nederland, in het kikkerlandje. Dus wij staan hier ook om een boodschap af te geven met deze soort van protest. Van, het kan hier ook en het moet hier ook. Ik denk dat dit heel belangrijk is omdat het juist niet zegt van we zijn tegen de bezuinigingen. Maar we zeggen heel duidelijk van een alternatief. Namelijk dat degenen die de crisis veroorzaakt hebben daar ook zelf voor moeten betalen. Vanavond zullen we verder gaan met discussie. Er komt iemand uit Spanje vertellen over de protesten daar. En ja, dan gaan we eigenlijk gewoon maffen. En dan zien we morgen wel wat de dag brengt. En of we daarna nog blijven, ja, dat weet ik niet. Het hangt een beetje af van de groep. Ik denk dat het een goed idee is.